We gaan nu naar de eerste ronde meldpunten. Iedereen kan zeg maar, zijn of haar verhaal doen, mits dat 2 minuten is. Want na 2 minuten zal onbarmhartig en meedogenloos de muziek gaan spelen, waardoor zeg maar, een einde komt aan de presentatie van meldpunten. Ik wil u vragen om de stoel even naast uw collega daar te zetten, want de meldpunten die vinden daar plaats. Ik wil als eerste vragen, Luc Broer, en hij staat hier al naast me, maar hij gaat even op de trap staan, want dat is de meldpuntenplek, Luc. Ga je gang. Nee, de microfoon die staat ook daar. Ja, nou dat is dus nog weer het gebouw van het vroegere gebouw van de krant. Daar zit nu een uitzendbureau Randstad in, maar u ziet bovenop zijn die twee hanen verdwenen. Volgende plaatje graag. De eerste haan is meegenomen in 1987. Toen er een einde kwam aan, nee, dat gaat te snel hoor, aan de nieuwe krant. U ziet daar het boerderijtje van Adrie Laan, hoofdredacteur van vroeger het Vrije Volk en later van de nieuwe krant in Gelderland. Ho, niet zo snel. Voor zijn huis, ja dat is het, voor zijn huis het speaker, had hij daar, ongeveer bij de brievenbus, heeft hij daar de haan neergezet. En ik ben even kijken of hij er nog staat. Volgende plaatje graag. Hij staat er inderdaad nog. En mensen wonen in Sinderen, vlak onder Varsseveld, 1,5 kilometer daar vanaf. En ze willen hem echt niet kwijt, want ik heb natuurlijk geprobeerd om te kijken of hij weer naar Arnhem zou kunnen komen. Ze hebben een spotje opgericht, volgende plaatje, ja, een spotje. En het heet nu het huis met de haan en daar zijn ze heel trots op. Volgende plaatje. Dat is de andere haan, die stond voor de opbouw, dat was heel goed Jan. Dus die stond voor de opbouw. Hij was een tijdje in de opslag gegaan toen de Audet, uitgever van de Gelderlander, de nieuwe krant had opgeheven en daar de Gelderlander editie van Arnhem van gemaakt had. Het Roomse concern, de Gelderlander, wilde niet die rode hanen op het dak hebben, dus die rode hanen werden eraf gehaald. Eentje ging er dus met de overheid mee en de andere kwam er heel langzaam. Volgende plaatje vraag ik, zeg niks. Volgende plaatje. Luc kan heel hard roepen, bijna dat hij over de muziek heen gaat. Dan mag ik het volgende plaatje. Heel snel, Jan. Je wilde eigenlijk een vraag stellen, hè? Ja. Maar je ziet hoe kort 2 minuten zijn voor een toch begenadigd spreker. Ik geef je nog 12 seconden. Mag ik het volgende plaatje? Ja, volgende plaatje graag. Hallo. Ja. En daar hebben we de nieuwe eigenaar. Hier zit hij, daar is hij. Rob, waar ben je nou? Oh, daar. Ja. Dit gaat van de 12 seconden ja. af, Luc. Volgende plaatje graag. En hij staat nu op de Boulevard Heuveling, nummer 152. En hij zal opgenomen worden, neem ik aan, in de gidswandelingen in Arnhem langs de monumenten. Omdat dit mooie beeld van John Grossman toch een Arnhems cultureel erfgoed is. Dankjewel, Luc Broer. Wij weten nu allemaal waar de socialistische hanen kraaien in Sinderen en op de boulevard Heuvelink, dames en heren. Volgende meldpunt wil ik graag Gerard Herbers naar voren roepen. Gerard. Ja, goedemiddag. In januari 2008 begon de ingrijpende renovatie van deze oude molenschuur. De vloer ging eruit, de hele houtconstructie werd aangepast aan de eisen van deze tijd. Zelfs de pannen gingen van het dak. De bovenverdieping werd geheel vernieuwd en het interieur werd grondig herzien. Bij de renovatie waren op de eerste plaats de vrijwilligers betrokken, die tot 3 keer toe de hele inventaris moesten verhuizen. Verder waren er veel werknemers van bouw en andere bedrijven betrokken. Ook bestuursleden, ambtenaren, gemeentebestuurders en andere functionarissen speelden een belangrijke rol. In juni, vlak voor de opening van de Sonsbeek beeldententoonstelling leek de klus geklaard, maar er ontstonden al snel problemen met de nieuwe vloer. Ook die problemen behoren inmiddels hopelijk tot het verleden. We vinden het belangrijk om deze hele renovatie uitvoerig op schrift te stellen. Voor dit boekwerk hebben we informatie nodig. En daarom vragen we u vandaag of u documenten, foto's, tekeningen of ander beeldmateriaal hebt over de geschiedenis van dit 18e eeuwse gebouw, met name van de periode voor 1983.
Ook verhalen en anekdotes over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog zijn welkom. Het is bij u misschien bekend dat de Duitsers dit gebouw hadden gevorderd voor het stallen van hun voertuigen. Maar de bezetters wisten niet dat in de achterruimte achter een dubbele muur onderduikers verborgen zaten. Hebt u informatie, neemt u dan contact met ons op, met mij of met Jeroen Voskuilen of iemand anders van het bezoekerscentrum of met de infobalie of meld u het per e-mail aan pers@bezoekerscentrumsonsbeek.nl. Tot die al, keurig binnen 2 minuten. Dankjewel Gerard. Van alle illustere historici die vandaag aanwezig zijn, mag ik nu Bob Roelofs aankondigen. De Arnhemse geschiedenis in persona, dames en heren. En dat zegt Jan de Vries, dat is toch wel mooi. Goed, welkom allemaal. Ik sta hier namens de Stichting Geschiedschrijver Arnhem. We hebben in november de prachtige drieluik voltooid. Arnhem heeft daarmee zijn stadsgeschiedenis voltooid, ook dankzij Marten Vermeurs, niet onvermeld te laten. Nu heeft de stichting zich de vraag gesteld om door te gaan, ja dan wel nee. Een aantal bestuursleden zeggen van nou, wij vinden het genoeg geweest. Maar uit de laatste bestuursvergadering is naar voren gekomen en ik heb de opdracht op me genomen als voorzitter om nog te vragen of er een aantal mensen zijn om vanuit die stichting Geschiedschrijver Arnhem eventueel in samenwerking met Manuscript en misschien wel Podesse toch door te gaan met die stichting die toch al heel veel goede contact heeft gehad met Matrijs en al heel veel know-how heeft verzameld. Ik heb mezelf dat opgenomen om dit hier te melden. Dat leek me de meest belangrijke doelgroep om het hier te melden. Dus laat het even weten of je zin hebt of voor jezelf een soort van drive hebt om met zo'n stichting Geschiedschrijver Arnhem door te gaan, want er zullen allicht nog genoeg onderzoeken gepleegd moeten worden in de toekomst, waardoor Arnhemse stadsgeschiedenis alleen maar completer en beter gaat worden. Dus dat is mijn oproep. Ik zou zo direct hier gaan staan als mensen interesse hebben, dan hoor ik dat graag. Dankjewel. Nu geef ik het woord aan de echte meest fantastische geschiedenisman van Arnhem, Jan de Vries. Dankjewel, Bob Roelofs. Zoals je ziet, ook het liegen is hij niet verleerd. Wij komen toe aan datgene waarvoor wij hier ook zijn, namelijk de pauze. Want het is een herberg en u bent al waarschijnlijk weer aan uw vierde of vijfde wijntje of biertje toe. Het geeft u ook de gelegenheid om toch misschien even de martelwerktuigen van dichtbij te bekijken. Of even met Luc Broer te praten over de hanen en om zich aan te melden of bij Gerard Herbers of bij Bob Roelofs voor al die activiteiten waarvoor zij mensen en informatie nodig hebben. Na de pauze, die 10 minuten zal duren ongeveer, gaan we verder met het verhaal over de terugkeer van de Joodse Arnhemmers naar hun geplunderde stad. Tot straks. Dank u wel, meneer. Dus mag ik naar voren vragen Jan Kiekebos voor zijn 2 minuten. Ik kom zojuist van het mooiste pand van Nederland. Er is een uitzending op tv bij SBS6 en het mooiste pand van Nederland blijkt tot op heden in reden te staan. Ik wil u allen oproepen om aanstaande woensdagavond tussen 9:30 en 9:15 een stem uit te brengen middels een telefoon of middels sms. U kunt op www.landgoed-rederhof.nl telefoonnummers vinden, sms-codes. En ik mag hopen dat wij om 10:30 s'avonds kunnen zeggen, we hebben daadwerkelijk het mooiste pand van Nederland. En als u nu denkt van, nou, daar zou ik heel graag bij willen zijn, dat kan. Er is een feestavond op dat moment. Van 8 tot 11 bent u welkom. Er is een drankje, er is een hapje, er is wat vertier. Maar er is vooral het mooiste pand van Nederland. Dank u. Het Nationaal Historisch Museum wil de geschiedenis verbeelden, wil enthousiasme teweeg brengen en nieuwsgierigheid opwekken. Op dit moment werken we heel intensief aan de bouw van het gebouw zelf. En het is straks een gebouw, maar het is nu al een museum op locatie. En via projecten, activiteiten in het hele land proberen we heden en verleden te verbinden. Dat doen we onder andere met Vrijheid in NL, de trein die voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei nu door heel Nederland rijdt. Wij hebben daar de redactie en samenstelling gedaan van de coupés, de museumcoupés. Maar ik wil jullie vooral iets meer vertellen over Nieuwe Groeten Uit. Dat is de eerste overzicht tentoonstelling die vanaf 21 mei te zien is in de stad Arnhem, binnenstad Arnhem. En in het Koetshuis achter de Sint-Martinuskerk. Er is voor het project opgeroepen om nieuwe beelden
nieuwe ansichtkaarten van Nederland in te sturen om een kijkje te geven op Nederland anno nu. Dat wordt naast de beelden van het ANP Historisch Archief geplaatst om de context goed zichtbaar te kunnen maken. We hebben foto's van hele mooie zonsondergangen. We hebben foto's van de Nederlandse regelzucht. Alles zit erbij. Mensen kunnen in het koetshuis achter de Sint-Martinuskerk hun eigen ansichtkaart samenstellen. Maar ook met een wandelroute door de hele stad. In allemaal verschillende panden, Dudok, bij Meve, de beelden gaan we bekijken. Er is ook een mooi boek geschreven door Hans Aartsman en Anna Wolfs. Dat wordt gepubliceerd. En daarnaast op 21 mei nieuwe groeten uit, Stad Arnhem en in het Koetshuis. Op 23 mei het Nationaal Concert in Park Sonsbeek. Daar wil ik jullie allemaal hartelijk voor uitnodigen. Leden van het Concertgebouworkest treden daar samen met Wouter Hamer op. Een viering van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Nederlandse componisten, Nederlandse muziek. Hier in de achtertuin. Ik denk dat het prachtig wordt. Vanaf 4 uur 's middags kom samen met een picknickmand en zorg dat het mooi weer wordt. Dan denk ik dat we een geslaagde middag kunnen vieren. Daarnaast, niet in Arnhem, maar wel heel erg leuk en wellicht op de Uitboulevard later dit jaar, Trek in Geschiedenis. Een historische automatiek waarin jullie geschiedenis uit de muur kunnen komen trekken. Op meerdere plekken te zien. Ik ben samen met mijn collega Irene Constance. Zij ontwikkelt op dit moment een van onze werelden. Wellicht dat jullie daar straks iets meer over willen weten. En tot die tijd hoop ik jullie te zien bij het Nationaal Concert en dat jullie genieten van de foto's van Nieuwegoed uit. Goedenavond, mijn naam is Birgit Nieuwhuis en ik ben een paar jaar geleden eigenaar geworden van de Apeldoornstraat 6, een pand uit 1865. Tijdens de verbouwing kwamen we allerlei onderdelen tegen van de historie van het pand en ik heb me dus daar ook in verdiept. En heb die zaken samengebracht in dit boek. En tevens ben ik benaderd door een kunstenaar, Martin Hendricks, een bekende kunstenaar, die het heel interessant vond om van het pand een project te maken. En hij heeft dus in het pand met de oude onderdelen die tevoorschijn zijn gekomen, tentoonstellingen gemaakt, is die nog mee bezig. En ik heb hem bereid gevonden om een aantal mensen van u uitleg daarover te geven. En de mogelijkheid is op 2 mei om 2 uur. En dan zal Martin Hendricks zelf in het pand uitleg geven over zijn werk en de combinatie die hij maakt met het pand en ja, de historie van het pand, zeg maar. Dus u bent van harte welkom en u kunt u inschrijven op de lijst daar op tafel. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Ik vind het gewoon heel leuk om de resten die misschien straks weer verdwijnen zichtbaar te maken. Apeldoornse straat 6. Het is het tweelinghuis van Hotel Bos. En in het boek kunt u ook zien dat Hotel Bos eigenlijk hetzelfde eruit zag als mijn pand. Maar na de oorlog geheel verbouwd is, waardoor dat helemaal niet meer herkenbaar is. Maar, welkom. Dank u wel. We doen ook aankondigingen van boeken die verschijnen. Wie kan dat beter doen dan de auteur zelf? En Ruud Schaafsma gaat iets vertellen over zijn publicatie. Goedenavond, ik ben Ruud Schaafsma, ik woon in Renkum en eind mei, 27 mei, verschijnt een boek over de Oosterbeekse en Doorwerthse beken bij Matrijs, ook al eerder genoemd vanavond. Ik heb alle beken beschreven, zeg maar van de Dunobeek tot en met de Slijtbeek. Ik weet niet of dat voor Arnhem een bekend gebied is, ik vermoed van wel. De Dunobeek, dat is ter hoogte van kasteel Doorwerth. En van west naar oost gezien krijg je dan de beek langs de Fonteinenlee, de Seelbeek in Heveadorp, de Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg,
Gielebeek en dan de Zuiderbeek in Oosterbeek zelf en vervolgens de Slijbeek. Nou, de laatste beek, dat is een beek die op Arnhems grondgebied ligt, waar eigenlijk bijzonder weinig over bekend is, is me opgevallen toen ik de research voor mijn boek deed. En dan bedoel ik vooral wat de beek zelf betreft en de economische activiteiten die daar hebben plaatsgevonden. De monniken die op Klooster Mariendal woonden, ja, die dat bromgeluid dat veroorzaak ik niet hoor. De monniken die nu... Valt hij weg waarschijnlijk? Nee, oké. Okay. De monniken die op Mariendal woonden, die bedienden de watermolens die op de beek stonden. En dat waren er een hele serie. Bovenaan de oliemolenbeek, dan kreeg je de slijpmolen. Dat was de molen waar messen werden geslepen en boerengereedschap. En dan de Klingelbeekse molen. En molen de Hes. En dan was er ook nog een volmolen waar bol werd gevold. Op 10 september ga ik hier uitgebreid over vertellen als het allemaal doorgaat. En dat past precies zo. Jan zei het al, ik ben Hansen van de Gelderbibliotheek. En wij geven op 26 april aanstaande, maandag 26 april aanstaande van 10 tot 12 een workshop over onze website Arnhem en Beeld. En Arnhem en Beeld is een onderdeel van Gelderland en Beeld. Op Gelderland en Beeld zijn 60.000 afbeeldingen van Gelderland te zien. Dus ansichtkaarten, foto's, kaarten, noem maar op, gravures. Gaan ze maar door. En ook 3000 afbeeldingen van Arnhem. Kijk, er doen is er één keer in beeld. Dankjewel, dankjewel. Arnhem en Beeld dus inderdaad. Mijn tweede plaatje zou dus ook de aantallen aangeven. Kijk, inderdaad, bijna 3000 afbeeldingen van Arnhem en daar de verdeling van hoe ze verdeeld zijn in de collectie. In die workshop ga ik u zelf laten zien hoe u met die website om kunt gaan. Wat u er allemaal in kunt vinden, hoe u het vindt, hoe u eventueel plaatjes kunt bestellen, enzovoort, enzovoort. Dat doe ik in 2 uur tijd en we beginnen met een kopje koffie met een koekje erbij, dus het is eigenlijk hartstikke gezellig. Wat ik daar ook bij doe, is ook een koppeling maken naar de Gelderland-collectie. Want we hebben 200.000 titels over Arnhem in ons bezit. Dus ook heel veel titels bijvoorbeeld over die grote kerk die u net zag. En ik ga dus een koppeling leggen, want we hebben natuurlijk plaatjes van bijvoorbeeld de grote kerk, zo'n 82 op Gelderland in beeld. Maar als je de Gelderland-catalogus in gaat, nou dat heb ik ook even gekeken vanmorgen, blijkt dat wij 162 publicaties hebben over de grote Sint-Eusebiuskerk in Arnhem. Kortom, ik ga u uitleggen hoe u kunt werken met Gelderland in beeld, maar ook hoe u dus andere informatie over dingen vindt in de Gelderland collectie. Tenslotte even de gegevens van hoe we dat allemaal gaan doen. Die vindt dus plaats, die workshop, op maandag 26 april van 10 tot 12 uur. Het kost wat geld, maar u krijgt een kopje koffie en mij daar 2 uur lang gratis bij. En u kunt zich aanmelden, inschrijven via het nummer van de bibliotheek. U hoeft dat niet onthouden, want als u natuurlijk in uw telefoonboek of internet gaat zoeken, komt het nummer van de bibliotheek vanzelf tevoorschijn. U kunt zich ook gewoon aanmelden bij de klantenservice van de bibliotheek in de Koningsstraat of bij de bibliobus. Of u gaat gewoon het internet op en kijkt onder www.bibliotheekarnhem.nl bij activiteiten. En dan komt de activiteit Arnhem in beeld vanzelf tevoorschijn. Ik hoop u allemaal te mogen ontvangen. Dank u wel.